De regering heeft tot 15 april om de afgesproken 25% loonsverhoging voor ambtenaren met terugwerkende kracht in orde te maken. Dat zei CLO-voorzitter Ronald Hooghart vandaag op een ALV in het CLO-gebouw. Hij is van mening dat de regering de ambtenaren veel te lang voor de gek houdt. Hooghart riep alle leden op om in beraad te gaan indien de regering niet voldoet aan de eis. De vakbondsleider zei dat hij nog niet met de oorlog is begonnen. Maar als de regering hun beloften niet nakomt, zal hij die wel aankondigen. Maar ja, wat doe man? En je hebt een regering oorwaspot. Kim Sabi? Dat van een man is winnaar verkiezen. Zo aan toe man, ja, John Bogos dat op de man. Dat op de man schoot. Maar. Wie is de vinosdom in Dwasani, want desma na de abba probleem. En mi venta gare kere ne respecter un. Ume chiswa kimoni de we karte wika. Mi takanga de man. Tak yung paya te wika go doro, want desma il libi so farakba. Uzdrak ben teken asani. Mit eigenen Ma ist der Tutak, nur einmal am Konteigen mit der Namoni. Die Uftrat bin der Wekaren, die Uftrat, ma besorgt der Kwenyang. Amoni be kowis fa. Sorgu tak amoni kom, ma me kom. Jere ja. Ma moksina nga regeren. E dukrunde sanfum. De man bent daar aan mij, deze heeft teken mee. Daar komt je samen niet. Nooit heb je traadvies. Hooghart gaf aan dat hij met andere vakbonden heeft gesproken en die zijn bereid om hun volle ondersteuning te geven bij deze strijd. Ik val geen libata voor een voet. In een kant drie waar voet. Nu is een dictatuur. Ik val het nog kiesje voor kotemonie. Ik val het kiesje. Opo. Twee weken geleden met de man. Met dat jong vooruit. En de man ben de akkoord voor vooruit. Plotseling de man kan gaan staan. Dat je er ja. Jim wan drie moen. Na orde mij hoor je als potu. En drie moen de kan pot zo men kwam aan passie. De voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, Ronald Hooghart. Na 15 april volgen er mogelijk straatacties.